de biobased economy. Wat is het nu eigenlijk? Hoe zien we het nu al in het dagelijks leven terug? En hoe gaat het er in de toekomst uitzien? Wij zijn docenten, studenten en onderzoekers van verschillende hogescholen in Zuidwest-Nederland. En wij geven in deze film antwoord op deze vragen. Wat is de biobased economy? Dat is een toekomst waarin we steeds minder gebruik gaan maken van olie en andere fossiele grondstoffen. En dat doen we door, ik heb hier een mooi voorbeeld bij me, door dingen te laten groeien. Door zaadjes te gebruiken, daar planten uit te laten groeien. Bijvoorbeeld mais, graan, bieten, bomen. En die vervolgens te gebruiken om energie te maken en materialen te maken. Hoe werken we bij Avans aan die biobased economy? We werken samen met bedrijven, studenten, onderzoekers, onderwijzers in projecten aan het ontwikkelen van nieuwe materialen en nieuwe producten. De toekomst van de biobased economy, dat weten we nog allemaal niet zeker. Daar gaat nog heel wat tijd overheen. Ook daar is dat zaad weer een mooie metafoor. We zijn nu bezig om het zaad te leggen voor die toekomst. De biobased economy is een deel van het verhaal, maar wel een belangrijk. De biobased economy is dus een samenleving waarin we fossiele brandstoffen zoals olie vervangen door biomassa, zoals mais of zetmeel. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld bioplastic maken, maar ook voedsel of medicijnen. Waarom zouden we de fossiele brandstoffen vervangen? Simpel. Fossiele brandstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Olie raakt op. We moeten dus op zoek naar een vervanger. Ook gaan we verspilling van waardevol afval tegen. Zogenoemde reststromen. Veel reststromen kunnen gebruikt worden voor biobased producten. Veel producten kunnen zo dus duurzamer worden gemaakt. Een biobased economy kan op die manier recht doen aan behoeften van mens en dier en de economie stimuleren. We hergebruiken dus alles wat de natuur ons heeft gegeven. Om al die mogelijkheden voor de toekomst waar te kunnen maken, doen we nu al op heel veel manieren onderzoek. Op hogescholen, mbo-instellingen en universiteiten wordt er onderzoek gedaan naar reststromen. Maar ook naar bekende vormen van biomassa. Daaronder valt bijvoorbeeld wol, veevoer en hout. Bij de HZ in Vlissingen wordt onderzoek gedaan naar algen. Een vorm van biomassa die nu al gebruikt wordt voor waterzuivering, waarmee nog veel meer mogelijk is. Op mbo-niveau wordt gekeken naar natuurlijke kleurstoffen in plaats van kleurstoffen op basis van olie. Rubia vervaardigt natuurlijke kleurstoffen uit planten. Weer voorbeelden hiervan zijn meekrap en reseda. Rubia heeft ook een gunstige CO2-voetafdruk. Dit betekent dat er tijdens productie tot en met teelt meer CO2 wordt opgenomen dan wordt geproduceerd. In de nabije toekomst zal waarschijnlijk natural color agents meer worden gebruikt dan normale color agents. Dit komt omdat de olie schaarser zal worden en dan ook duurder. Daarom zullen bedrijven meer kiezen voor de natural color agents. We zijn hier in het C-Lab. Dat staat voor Sealand Environment and Aquaculture Lab. En dat doen we onderzoek naar de kweek van algen, schelpdieren. Ook kreeft hebben we ook gehad. En zeekraal. Algen worden voornamelijk gebruikt als voedingsstoffen voor onder andere oesters. En dit kan vervolgens invloed hebben op de kwaliteit van oesters. Algen kunnen in de toekomst in de biobased industrie een grote rol gaan spelen. Daarbij kan gedacht worden aan food en fuel. Het onderzoek hield in dat het ontwikkelen van een methode om vetzuursamenstellingen te bepalen in algen. Het onderzoek heeft aangewezen dat er verschillende vetzuren voorkomen in de algen die wij onderzocht hebben, waaronder omega-3 vetzuren. De biobased economy is niet alleen op de verre toekomst gericht. Ook op economisch vlak zien we op zeer korte termijn al veel voordelen. Zo kan onderzoek en toepassing omtrent de biobased economy veel nieuwe banen creëren. Het stimuleert bedrijven om samen te werken, zowel nationaal als internationaal. De biobased economy stimuleert creativiteit en innovatie. We leren op scholen op een andere manier te kijken naar de huidige manier van productie, waarbij nog veel waardevolle massa verloren gaat. Alle uitdagingen worden onderzocht. Een biobased economy is immers niet in één dag neergezet. Daarom spreken we van een transitie. We kijken naar meer dan alleen logistiek en techniek. We kijken ook naar de juridische en sociale aspecten. We moeten samen een juiste afstemming vinden over wat mogelijk is, nu en in de toekomst.
De biobased economy is nu al overal om ons heen. In het dagelijks leven zien we het al terug. Maar we zien ook de fossiele brandstoffen nog veel terug in bijvoorbeeld asfaltwegen, de plastic tandenborstel of de medicijnen die we gebruiken. Dit alles kan vervaardigd worden uit biomassa en je zou er niets van merken. Ook hier wordt nu al onderzoek naar gedaan. Mijn naam is Gert-Jan van Delft. Ik ben lector biobased productontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Planten zijn eigenlijk groene chemische fabrieken. Daar zitten ongelooflijk veel mooie stofjes in. Daar zou je veel meer mee kunnen doen dan wat er op dit moment mee gebeurt. Nou, als je dan kijkt naar de agrariër zelf, die zou graag ook wat meer willen verdienen per vierkante meter. Dus wij willen kijken naar producten die op meerwaarde uit planten gebaseerd zijn. Daarvoor hebben we een model, dat heet de maag-darm simulator. Dat hebben we samen met TNO hier op de HAS. En daarmee doen we dus proeven waarbij studenten betrokken zijn. Mijn naam is Jorg van Loon, ik ben 22 jaar. Ik doe dit jaar vierdejaars een 10 jaar verwijderde rijstudie op HAS Hogeschool. Ik studeer alternatiefsysteem. En dat is een versimpeld model van onze maag en darmen. En daarmee kun je dus ook allerlei proeven doen. Met onder andere dus ook biobased medicijnen. En dat kan enorm veel dierproeven schelen in de toekomst. In Zuid-Nederland is een hoge concentratie van economische bedrijvigheid. Zowel op basis van biomassa als fossiele brandstoffen. Dit komt door onze havens en de uitgestrekte gronden. Dit biedt een goede basis voor bedrijven om samen te werken aan de biobased transitie. Er zijn, zoals je hebt gezien, al veel ontwikkelingen gestart. We zijn er nog niet. Maar samen met andere duurzame initiatieven, zoals energiewinning uit de zon en het recyclen van de huidige plastics, maken we een goede start.